Yes man, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Bjorn. En in deze video heb ik weer een aantal achtervolgingen voor jullie klaarstaan. Het zijn allemaal wat kortere achtervolgingen. Maar ja, wel allemaal weer achtervolgingen met actie. En de laatste achtervolging is met schieten. Zoals jullie al in de titel en thumbnail konden zien. Dus ja, vergeet zeker niet de video te kijken. Doe ook zeker te weten even een blauw duimpje omhoog. En vergeet ook zeker te weten even niet te abonneren, jongens. Want zoals jullie kunnen zien is er heel veel procent nog steeds niet geabonneerd. Dus check even hieronder of je geabonneerd bent. Het is heel gratis abonneren. Dat kost je niks en daar maak je mij heel erg blij mee. Dus dat. En dan gaan we nu gewoon lekker starten met de video. Veel kijkplezier. W106, aanrijdend winkel op een val over. Scheuren met ijzer nog niet, man. Ik ga het echt lachen als een staartje te zijn, man. Dat lach ik echt wel echt niet. Ik vind die gasten zo groot. Ja, man. Jongen, ik vind Damien, die vind ik het ook heel leuk doen. Ik vind persoonlijk Mike het beste, maar... Ja, true. Ik vind Ali staat het grappigst om heel eerlijk te zijn. Maar goed, dat is ook gewoon Mike kent mij. Ik ben goede vrienden met Mike. Hij weet hoe die mij moet fucken. Het is gewoon ja, kut. Hier staat al een scout. Janker deze gewoon gelijk klimmen. Staan blijven, politie. Ja, onze 6 heeft eenmaal achtervolging G-klasse afkomstig van de winkel. En jullie die kunnen koppelen, vraagteken. Negatief. Godver... Nee joh, waar we gewoon bij. Niks aan de hand. Nou, als die Mercedes gekut, jongen, hij mag eigenlijk maar aanzuigen. Dat dacht ik. Waar we gewoon bij, jongen? Ik kan rijden met die zijs. Oeh, oké, waar. Hoppatee, waar moet die andere dan ook, hè? Vol gas door dat hek heen. Drie, kom eens uit. Wie riep die nou? 03. Ja, die zit hier niet. Oh, 03 zit hier niet. Oh, lekker pochie hier. 42.07, kom eens uit. Deze gozer staat ook gewoon AFK. 42.07, over. Ja, kunt u koppelen aan achtervolging. Locatie over. Ja. Little Bighorn Avenue gaat om een zwarte G-klasse, afkomstig crash, van een winkel crash, overval crash, over. Crash. Gecrashed, Little Bighorn Avenue, McDonald's Street, postcode 161. Dat is 1, ja, wij zijn aanrijdend uw kant op, over. Ja, rijd door, inmiddels inbound blok op de bak gepasseerd, 143, over. Aan rechts af, Roy Lowenstein Boulevard, richting postcode 158. Aan linksaf, inbound blok op de bak gepasseerd, in richting Blokkenpark. Ja, dus geen, dit is nog eens communicatie. Geen geldtransport over van rechtsaf, postcode 157, linksaf, onderkant oud HB. Kut. Doorrijden. Ja, we zijn nog wel even uit, wij rijden op de A1. Okay, afstand op dit moment 3 kilometer over. Goed, op dit moment parkeergarage naast Blokkenpark. Die Mercedes aan het kutten, jongen, wat een klojo is dat. Hier links, terug, links. Dan rechts of links? Links. Kom eens uit. Weer links. Even recht. Zoals jullie zagen raakte de zwarte G-klasse van de winkeloverval uit zicht. En hebben we hem helaas niet meer aangetroffen. Nu gaan we richting de volgende winkeloverval. Veel kijkplezier. Ik zal ze even trouwens op een eentje melden, dat is wel makkelijk. Ja. Even kijken, even nadenken wat ik ook weer ga zeggen. 05 van 1 aanvangdienst in de Audi A6. Daar ben je op een eentje over. Goed, hè. Goedenavond, 42-01, aanvangdienst, rijdt het op een B-klasse. Naar links, ga ze rood, naar links. Hier 42-04 voor nee, de... Nee, naar links, dus rechts. Oh. Even recht over. Hier, kijk. Zou je kunnen koppelen bij de laatste winkel over de val? Ja, gehoord ter plaatse. Perfect. Zo, ah, maar als wat een service, joh. Wat vind ik hier? Ja, laten we allemaal even een vest omhangen. Wat een service. Ja, goed. Maar daar staat dus die auto om even te gaan. Dan ga ik heel
Als PP even gewoon in de straat, zeg maar, gaat staan. Oh, cool. Mm-hmm. Wij moeten de neus naar links zetten. Dus ik ga even wachten tot ze naar rechts gaan. Ja. Als jij klaar staat om in ieder geval even uitzicht goed te staan, dat jij gelijk achter hem aan kan. Dan komt ja, je wilt... een drager erop, zit je aan ons hoofd vrij uitgang. Zeg maar hier bij het nieuwsgebouw daar. Hebben er een beetje zin in? Of, nee, gewoon hier letterlijk hier om de hoek in de straat. Gewoon letterlijk misschien hier achter de car als je helemaal ja. Hij wil naar onze neus naar links. Maar wat links? Van deze kant links of van die kant links? Ja, precies, het is hoe je het bekijkt natuurlijk. Wil ik een beetje sfeer maken, jongens? Hebben er een beetje zin in? Oké. Okay. Maar wij gaan This is the song that never ends. Ja, best joh. Na 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 na. This is the song that never ends. Staan ze dan zo of staan ze dan zo? Ah, dat zal wel, wij gaan wel vast daar staan, ja. This is the song that never ends. Kunnen wij nog gelijk achter? You are the driver. Ja, dankjewel. Dus even kijken, moeten wij met de neus zo gaan staan? Ja, staan nu naar links. Oeh, ik schrik met de getver. Oh ja, wat is dat? Oh, huh? Oh, dat is de 29. Hey, dat is Timo. Timo, met een al lelijke Skoda. Ja. Oh, dan moet ik gaan communiceren. Nou, denk je dat het lukt? Moet ik je handje nog vasthouden? Ja, doe maar. Kun jij mijn portoknop indrukken, alsjeblieft? Nou. Ja, goed, dat is niet te onderhandelen. Zet de auto's maar terug. We doen wel andere maatregelen. Ik ga nu al die hostage in teen eraf halen. Wat? Nee, iets anders. Nu moest die auto naar de wasbox. Het is goed geweest. Dan pakken. Ze rijden weg, over. Oh, ze rijden weg. Oh, let op. Er zijn er twee lekken overal, voor beide aan de linkerkant. Oké. Hostage is nog binnen misschien? Ja, hij is veilig. Goed. Ja, dan vijf alleen naar achter in ieder geval die Jinder schiet. Zuidelijke richting. Kijk eruit, jongen. Steken recht over de weg. Kijk uit, hè. Ja, 503, bij de hele linkerkant is straks weg. Dat is puur velg over. Ja, wat moet ik hier nou doorgeven? Hey, ze hebben motoren. Schiet die banden lekker. Ja, staan hier motoren. Stappen op. Drie personen uit het vluchtvoertuig stappen op motoren. Ja, kom maar. 24 voor de 04, kunt u wel frequentie 1? Wie is in 04? Oh, dat ben ik niet. 04, sta je bent in je achtervolging of? Twee motoren zijn gesplitst over. De ene noordelijke richting, de andere zuidelijke. Andere kant, jongens. Ja, die gaan we nooit meer vinden. Nee. Even zonder dolle. Jee, we hebben geen visueel meer over. Nee, negatief is dus positief geen visueel. We zijn in ieder geval een steekje uitgereden aan de overkant van de plezierhaven. Daar ben ik heel slecht op. Ja. Op wie zijn naam staat die auto? Dan gaan we daar gewoon een VTA voor uitklappen. Ja, zo moeilijk doen over fucking richting van de auto. Hallo? Oh. Ja, dat zijn die gasten van net. Oh, we konden hier gewoon door de pauwprek heen, hè? Kut. Eigenlijk wel, maar hij is dicht voor zijn. Oh nee. Ja. Dit is een Lauwman. Hostetjes veilig. Dus nee! Oh, dit is echt goed gedaan van die gasten dan. Maar dan krijgen we straks wel een melding van wie ermee vandaan. Hier was er nog iets met Hamid boten betrokken bij die Hamid. Zullen we dat even in de houden? Ja, gaan we doen. Oké. Zei ik altijd. Oh, dat hebben ze best slim gedaan als ik eerlijk moet zijn. Dit hebben ze echt goed aangepakt. Ja, zoals jullie zagen raakte deze ook helaas uit het zicht. Ze hadden het heel slim aangepakt. Ze hadden een motor op een plekje neergezet waar wij niet zeker wisten of we door het hek heen konden. Uiteindelijk konden we er wel doorheen. Maar ja, toen waren we al veel te laat en raakten we hun ook kwijt. Dus dat, heel jammer. En dan gaan we nu door naar de volgende achtervolging met de vuurwapens. Veel kijkplezier. Geen motor. Ik weet niet wat er met mijn blip op de map of op de kaart aan de... Is hij weer met zijn stomme G-klasse? Ik kan hem toch even checken nu. Aangezien we die R1 toch kwijt zijn, denk ik. Ja, denk ik wel. Ho. 29, niks maar getroffen. Neemt hem in de dienst, dat is 1. Hetzelfde geldt voor de 0501 of. Hij heeft toch donkere ruiten. Ja, op zich valt wel mee, denk ik hoor. Dat klopt, maar zet hem daar wel aan. Maar gezeik denkt hij nu. Kijk, kenteken 6-5 begint het mee. Kun je een klein beetje achteruit. Oh, 6-5 FV, hij gaat zelf al over. FV. Kan je al heel wat in mails, denk ik. Ja. Ik dacht tegen, gaat er nou recht op het rode licht, denk ik. Ja, dat dacht ik ook wel even. Maar stopbord nog niet gezien, denk ik. Oh, dat is ook wel lachen. Dit is een beetje verkeerd voor sorteren op zich.
Even opletten met welke. Zal ik een eenheidje maar erbij vragen? Hoezo? Nou, kijk, we staan een beetje afgelegen. Vertrouw. Ja, dat is waar inderdaad. Hij wil ook echt hierheen gewoon. Mm-hmm. Ja, doet me voor zekerheid. Dat wijkt alleen een beschikbare eenheid. Even rust. Jan 4, zou die kunnen rijden? Postcode 369. Daar kunt u onder de grond bij een slot parkeergarage. We willen hier een voertuig staande houden. Die leidt ons echter hier naartoe. We vertrouwen het niet helemaal over. Dat is begrepen, klein meer. Ja, persoon met een vuurwapen. Assistent oh! 369 over. Hey, fucker, dit is nog een zimmer. Escalated quickly. Zeker oh, dan. Maat, jouw gevoel, jongen. Oh. Holy shit. 29 aanrijdend. Ja, gehoord. Daarbij ook gekoppeld. De kennisgeving, een witte G-klasse. Persoon met een hoed op, trok een vuurwapen op ons voertuig. Een paar kogels gelost, echter niet geraakt op ons. Oh, is goed ook uit het voertuig ook. Holy shit, wat achter de volgende man. Hij woont op de Lars Lagoon in zijn koelenpalen. Ze gaan op 8,5 meter. Ja, ik ging volgens achteruit. Nat 3, kan jou bijrijden proberen een kenteken te pakken? Ja, we hebben al heel deel van de kenteken, toch? Nee. Ja, de kennisgeving nog 5 mee heeft het eerste deeltje als het goed is ook. Kunnen we in het systeem kijken? Want, ik ga eens even kijken. Oh, ik schrok me rot, jongen. Zo, ja. Ik zag in één keer een vuur. Ja, het stapte uit. Ik denk, oké, nou. Ik heb een locatie gevraagd, oh shit, schieten we, schieten we. Uit de locatie, centrale bank. Even de voorste voertuig, even de locatie. Schieten nou op ons, of was dat plek? Is een bandplek. We gaan even de leiding. We gaan helemaal rechtdoor. Postcode 587. Ja, dat hij schiet op ons, alleen ik denk dat wij de schoten niet horen. Dus ik zie hem niet ofzo. Heel raar. Gewoon een beetje afstand houden. Ja, maar een beetje afstand houden. Ja, ja, ik ga niet de lift erop, maar ik wil niet kwijtraken dit. Want dit kan niet doen natuurlijk. Oh, ah, kijk, nu schiet je wel echt. Oef. Ja, maar afstand dan, want dat was hij staat wel stil als hij wil schieten, dus. Ik probeer gewoon thuis een beetje bij te planken en dan het gas weer los te laten. Momenteel B3 Canyon Road over. Oh, agress. Oeh. Daar was hij even overstuur. We staan bij de Beachy Canyon Road rechtsaf ook. Hij gaat op rood pot voor pot. Gaan linksaf, gaan of rood het zand. Rechtdoor, rechtdoor. Even kijken waar we dan uitkomen. Dan komen we... Waar komt dat zandpad uit, vraag ik? Helemaal uit. Dus of daar. Hij kan geen richting op. Hij kan richting Sandy of hij kan richting legerbasis. Ja, daarom. Die ken je rood over. Komt allebei op één weg uit. Dat is ook wel rood hier. Kut. Ja, de legerbasis rijdt richting Sandy ook. Of gaan we niet terug? Of je rijdt helemaal rechtdoor, rij maar rechtdoor, rij maar rechtdoor. Ja, we hebben hem nog in zicht, hij rijdt momenteel daar op de weg. Kom maar om, want anders komen we helemaal uit bij het openluchttheater. Nee, laten we dat maar niet doen inderdaad. Het is de bocht nu, hij gaat nu de weg op rijden. Oh, ze hebben hem weer. Richting links, en kudo. Top, 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 top. Ik wil deze echt pakken, maat. Ja, ik schrok me echt. Maar jouw gevoel, jongen, je hebt echt een goed volgevoel. Rechtdoor, wij kijken rechts. Wat naar jouw locatie? Hij heeft weer een zandpas genomen richting Route 68 dadelijk bij de tankstation. Als je richting Sandy wil. Oh shit. Nou, we maken wel gelijk weer wat mee zo. Ja, dit is wel wat. Dit is gelijk actie. Dit is wel leuk. En nog geen schade gereden, nog niet door. Maar kent ik al. Rechtdoor of iets zandpas? Ja, we rijden rechtdoor. Want kunnen iets meer snelheid pakken. Ja. En dan gaan we aan het eind van de weg gewoon links. Blijf ook op mobiele. Oh. Nou, rechts is hij dus in ieder geval niet gegaan. Links en rechtdoor hebben we nog niet gecheckt. Ik ga ervan uit dat hij links is gegaan. Hoor. Ja, zoals jullie zagen raakten we ook deze helaas kwijt. Alleen hebben we hier heel veel geluk mee, want hier hebben we het kenteken van kunnen achterhalen. Dus hier en voor hebben we gewoon een verzoek tot aanhouding opengezet voor de eigenaar van het voertuig. Dus die zal zeker te weten niet ongestraft hiermee wegkomen. En dan was dit de video. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik check jullie weer bij de eerste volgende livestream of video. Later.